Welkom bij de Maakbare Mens podcast. Deze podcastreeks gaat over het parcours voor de zwangerschap. Vaak onbekend, maar wel heel intensief. We praten met getuigen en professionals. Ik ben Eline en dit is een podcast van de Maakbare Mens en de Verdwaalde Ooievaar. Veel luisterplezier. Dit is de derde aflevering waarin we het hebben over kinderwens bij mannen. Net als in de vorige afleveringen laten we getuigen aan het woord. Dat zijn Jan. Ik weet nog altijd een moment toen ik het te horen kreeg. Ik kan me dan nog altijd herinneren. Ja, dat is wel een donder of een bliksem bij heldere hemel. Bart en zijn partner Olivier. Wat ik jammer vind, zijn vooral zo de negatieve verhalen. Die iedereen kent BBD. Iedereen, ik weet wel zo de horrorverhalen, als je het zo mag noemen. Maar ik vind dat wij een zeer mooi verhaal hebben. We hebben een zeer mooie band met ons draagmoeder. En Siebe. Ik ben niet de eerste alleenstaande persoon die met die vraag is naar het ziekenhuis gestapt, maar ik ben wel de eerste alleenstaande persoon die heeft gezegd ik ga ermee verder. Beschouwingen bij hun verhalen zijn deze keer van Isabel Stuiver, psychologe op de afdeling reproductieve geneeskunde van het UZ Gent, en Michiel de Proost, bioethicus bij UGent. Als we zo naar het, met het perspectief van gender naar fertiliteit kijken, dan lijkt fertiliteit echt wel een vrouwending. Nu, in mijn ervaring is het zo dat wie een kinderwens heeft, onafhankelijk van geslacht, en als die kinderwens er is, want ook heel wat mensen in onze samenleving ervaren die kinderwens niet. Maar wie die kinderwens heeft, voor die persoon is dat toch wel een existentieel thema. En als dat thema bedreigd wordt of in moeilijkheden geeft, heeft dat echt wel een impact. Het is ook zo dat we leven in een maatschappelijk kader waarbij het hebben van kinderen de sociale norm is. En ik zie daarin toch ook wel dat zowel vrouwen als mannen daar wel onderhevig aan zijn. Natuurlijk zijn er wel wat verschillen. Zijnde, als we kijken ook naar cultuur en naar opvoedingsprocessen, socialisatie heet dat dan in een groot woord, dan zien we wel ook dat kinderwens en het hebben van kinderen toch ook iets sterker verbonden is met bijvoorbeeld de moederrol, met het vrouw zijn, dan eigenlijk de vaderrol verbonden is aan eigenlijk het man zijn. Er zijn echt wel ook mannen die echt wel zeggen, of zelf sterker dan hun partner kinderwens ervaren en een uitdaging zien in fertiliteitsmoeilijkheden. Dus op het individuele niveau zie ik heel veel wel verschil. Maar als je toch wel eigenlijk nog in het algemeen kan bekijken, zie je toch wel dat eigenlijk de genderrolverwachtingen, als we dan spreken over dit thema, toch wel eigenlijk wel wat verschillend wel liggen. Het idee leeft dat mannen minder algemeen invloed hebben op de kinderen krijgen, het zorg dragen. Dus mannelijkheid is vaak niet geassocieerd met het reproductieverhaal. Ik denk dat dat mijn algemeen idee is. Dus daar zijn verschillende aspecten aan gekoppeld. Hoe de manier waarop wij mannelijkheid conceptualiseren in de samenleving is vaak een sterke, viriele man die dat altijd kinderen zal krijgen. Maar het kan soms moeilijker zijn dan dat. En ik denk ook, dat het soms een moeilijkheid is, dat er zeker nog een taboe leeft en een stigma rond mannen die onvruchtbaar zijn of geconfronteerd worden met een onvruchtbaarheid, omdat er in de samenleving het idee is, mannen moeten altijd kinderen kunnen krijgen. Maar er zijn zeker ook problemen. Dus ik denk dat er zeker rond mannelijkheid nog veel werk te wachten staat over hoe gaan we om en wat zijn wenselijke vormen van mannelijkheid. De zorgzame man, hoe kan dat plaatsen? Hoe kunnen we dat begrijpen? Nog heel wat denkwerk voor de boeg dus. Hoewel sommige mannen een hele sterke kinderwens koesteren. Soms een heel leven lang. Ja, de kinderwens was er al redelijk snel. Mijn mama is ook onthaalmoeder, dus ik ben altijd opgegroeid tussen kindjes. En van zodra dat ik zelf een beetje oud genoeg was om te beseffen van, oh, later kreeg ik ook een kindje, was de kinderwens daar. Dus ja, die is er heel snel gekomen. Ik denk
dat ik toen ongeveer zo 6-7 jaar was, dat ik dacht van, oh ja, later een kindje, dat gaat superleuk zijn. Ja, verlangen naar een kindje. En dan word je ouder en op een zeker moment zou je in principe kunnen je kinderwens vervullen. Hè? Ja. Dus een beetje fast forward, nou laten we zeggen, wat mag ik zeggen, wanneer wordt het actueel? Ja, eigenlijk van zodra je denkt van nu ben ik klaar om een partner te hebben en om kindjes te maken. Hè, ja. Als ik het zo mag zeggen, het een beetje het seksuele er ook bij komt natuurlijk. Hè. Toen was ik nog hetero voor mezelf. Hè. Toen was ik nog niet helemaal uit de kast gekomen. Dat heb ik pas later gedaan. Maar voor mij was de stap dan ook heel moeilijk om te zeggen, ik ben geen hetero, maar ik ben homo. Maar ik ben gay. Hè. Want dat ik toen wist van ja, voor mij zal dit niet meer op een natuurlijke wijze kunnen gebeuren. Of ouder worden zal een ouder worden. Het zal niet meer op een natuurlijke wijze kunnen gebeuren. Dus was dat soms wel een beetje moeilijk. Ik denk dat ik misschien daardoor ook een beetje voor mezelf heb gezegd heel lang dat ik hetero ben. Omdat dat voor mij wel een reden was om te zeggen, ja, ik zal nog mijn kind krijgen op een natuurlijke wijze. Dus ik denk, ja, dat dat wel voor mij heel veel heeft meegespeeld in mijn keuzes dat ik heb gemaakt. En ja, ook in mijn ideeën dat ik toen had van, ja, dat gaat nu niet meer lukken. Ik kan nu niet meer op een natuurlijke wijze ouder worden. Dus ben ik dan eigenlijk in heel het begin nog niet beginnen zoeken, maar dan ja, is later de zoektocht gekomen van hoe zou ik toch ouder kunnen worden. Natuurlijk had ik het liever niet gedaan als alleenstaande, maar momenteel is het wel zo dat ik nog steeds alleenstaande ben en dat ik dus als alleenstaande op zoek ben gegaan naar oplossingen of methodes om toch een ouder te worden. En kan je daar met mensen over praten? Ja, dat zeker wel. Ik heb heel veel vrienden. Ik heb eigenlijk een hele sociale wereld rond mij. Ik heb mijn familie, waar ik ook heel veel bij terecht kan. Ik heb mijn collega's, waar ik ook een hele goede band mee heb, met heel veel collega's. Ik heb ja, die vriendengroepen, waar ik daar toch altijd wel met die mensen kan over praten. Dus ik ben zeker niet alleen met al mijn ideeën of problemen. Bart en Olivier zijn de trotse ouders van een zoontje. Al hadden zij wel een verschillend idee over het vervullen van een kinderwens voor zij elkaar leerden kennen. Ik heb nooit bij mezelf, ja, al het kinderwoon, ja, ik heb er nooit niet aan gedacht dat dat niet mogelijk ging zijn. Ik heb altijd wel gezegd van, er zal op een of andere manier wel iets komen. Ik had ook in de tijd een kameraad die samen met een lesbische vriendin een kindje gemaakt. Of, in mijn hoofd waren er wel altijd mogelijkheden genoeg om aan de kinderwens te voldoen. Maar op een bepaald moment zijn ze dan een koppel en dan beginnen ze op een andere manier erover na te denken. En dan gebeurt dit. En dan hebben wij ja, Warvia draagmoederschap gekregen, waarvoor dat we ja, super content zijn. Maar ik heb nooit erbij stillen of nooit gedacht van, dit is onmogelijk. Dus, Dat is denk ik ook gewoon een ingesteldheid dat je moet meenemen. Dat niet dat alles mogelijk is, maar dat het gewoon een mindset is. Ja. Voor u lag het iets anders, hè? Ja, als ik tiener was, dan had ik echt de overtuiging van, ja, dit zal niet voor mij zijn. Ik dacht echt, kinderen, ja, en dat deed wel pijn zo. Omdat, ik zat ook in de jeugdbeweging, ik kreeg heel veel vreugde van met kinderen bezig te zijn. En dat was echt iets dat ik graag deed. En in mijn hoofd zat er, ik zal die plezante onkel zijn, maar zelf nooit papa worden. En dat is wel veranderd door met Olivier te trouwen. Omdat Olivier zei, ja, dat gaan we doen. Dan zijn we aan ons traject gestart. Ja. Dan dacht ik eerst, ja, adoptie. Maar dan uiteindelijk zijn we toch bij het draagmoederschap terechtgekomen. Ook Jan en zijn vrouw koesterden een kinderwens, maar zwanger raken ging heel erg moeilijk. Hij vertelt over een moeizame fertiliteitstraject en hoe hij dat als man heeft beleefd. Waar ik denk dat dat zo is, zoals bij de meeste koppels. Hè, dus op een dag beslist de vrouw en de man samen om aan een kindje te beginnen. En iedereen denkt waarschijnlijk van, ja, kijk, we gaan de vrouw stoppen met de pil of met iets anders. En we gaan eraan beginnen hè, op een zonnige dag.
En je denkt, kijk, binnen 9 maanden, of pak nu een jaar en een beetje, met een verwachting en dan een kindje en zo verder. Maar bij ons is dat iets anders gelopen. Dus we hadden wel dat vooruitzicht van, we gaan eraan beginnen. Het zal wel allemaal vlot lopen en we snel zwanger geraken. Maar dat was dus niet het geval. Dus we hebben dan een keer beslist. Dat was wel in een cafeetje hier een beetje verder. En we hebben er dan nog eentje op gedronken. En we zijn er dan aan begost. Maar na een maand of 6, 7... dachten we toch van, nou ja, dat lukt niet. Of er is misschien iets. Ik ga mij toch eens laten testen. Dus toen heb ik een keer een staalweesten aan afgeven. Voor te kijken hoe vruchtbaar of hoe onvruchtbaar dat je kunt zijn. En toen had dat resultaat. Dus na een paar dagen kreeg je het resultaat. En dat was niet zo positief. Dus er was maar, volgens de dokters, 3% kans dat het natuurlijk zou gelukt zijn. Dus dat is nu echt niet veel. Dus ja, dan toch beginnen kijken wat is er mogelijk. Dan een afspraak gemaakt, dat was in het UZ in Gent. Met een oude gynaecoloog van mijn vrouw. Dus de vroegere gynaecoloog van mijn vrouw. Voor een afspraak. Hij was ook fertiliteitsarts. Op dit moment. Dus dat, die was wel op een bepaalde leeftijd, maar die deed dat wel. Dus hij kende wel hoe het doen en laten van wat moet er gebeuren, hoe zit het in elkaar en dit en dat. Dus we hebben daar een afspraak mee gemaakt. Zijn bij hem geweest, uiteraard. En toen, dat was in het UZ, maar dat, je gaat eerst bij de gynaecoloog en dan wordt je gelijk doorgestuurd naar een bepaald verdiep waar dat er veel koppels lopen, allemaal met dezelfde problematiek. Je bent daar nooit alleen. Dus dan denk je, oei, de eerste keer is dat wel van, amai. Er is nog naast, iedereen wordt zwanger en heeft snel een baby en bevalt, is er ook nog een, gelijk een secundair of een tweede circuit. Het circuit waar het moeilijker gaat. Dus... ik zeg het, je zit daar niet alleen. En dan begint het, dan terug nog eens een test. Kijken ze hoeveel er goed zwemmen, niet zwemmen en een beetje zwemmen. En dan kunt je eigenlijk beginnen. Gaat je eigenlijk eerst bij een verpleegster. Die verpleegster legt volledig het traject uit. Dus die zegt, kijk, want ja, de eerste keer weet je eigenlijk niets. Die legt het volledige traject uit. Als koppel zit je daar dan naar te kijken. Van, amai, wat moet je doen? Eerst zoveel hormonen, piekuurkes. Als man kun je het dan niet veel doen. Dat is met thuisverpleging. En dan ene keer dan de eicellen rijp zijn. Dan nog iets anders. En dan binnengaan. En dan de bevruchting. Dan terug naar huis. Wachten. En al dan niet hopen op goed nieuws. Dus dat is eigenlijk het traject. Het is eigenlijk wel zo dat die erkenning is er, dat de impact van een diagnose van verminderde vruchtbaarheid, van behandelingstrajecten, dat leidt eigenlijk tot dezelfde emotionele reacties bij mannen en vrouwen. En dat zijn dan reacties rond machteloos zich voelen, controleverlies, want we moeten de hulp aanvaarden van het medisch centrum, van de medische wereld, angsten rond wel of niet lukken. Eigenlijk is dat wel zo dat die psychologische en emotionele reacties eigenlijk bij beide wel voorkomen. Nu, wat wel opvalt, is dat bij vrouwen die reacties wel wat sterker zijn. Opnieuw zo in het algemeen gezegd. En waar heeft dat wel wat mee te maken? De medische wereld focust eigenlijk vooral op de vrouw. Dat is door het lichaam, door de biologie, dat kan niet anders. De zwangerschap komt tot stand bij de vrouwelijke partner. Dus de testing, de medische handelingen liggen ook gewoon meer bij de vrouw. Dus dat creëert wel wat verschil. Eerst is het accepteren, dus dat feit daar is. Je moet dat eerst accepteren. En dan beginnen te zeggen, oké, kom.
we pakken een draad op als koppel, we gaan ervoor, we gaan wat meer bewegen, we gaan wat minder op ons lappen gaan, bij wijze van spreken. En dus we proberen alles perfect te doen. Maar dat gaat dan ook niet, want je kunt dat wel proberen, maar je weet niet, ja... Allee, we zijn ook alle twee, we gaan ook graag alle twee gaan eten en daarbij een keer een glas wijn drinken en zo. Dus je doet dat. Hè. Je kunt ook niet onmiddellijk op water en brood. En we gaan alles afgemeten, afwegen en zo doen. Nee, dus wij wouden wel degelijk daar iets voor doen. Hè. En je probeert dat en we deden dat dan ook. Maar dan komt poging 1 en dan zegt het is niets. Maar om de duur kunnen we ook niet. En dan om de duur zeggen, weet je wat, we gaan het gewoon weer doen. We gaan gewoon doen wat we altijd deden. We moeten verder leven. We gaan we niet overdrijven in alles, maar we moeten gewoon verder leven en we zien dan wel. En dus zo, uiteindelijk is dat wel allemaal goed. Het is allemaal goed gekomen. Maar dat praten met elkaar, dat is wel een moeilijke. Je zit wel samen in dat traject. De vrouw die krijgt dan die hormoon, die loopt dan wel lastig. Maar als man, kunnen niet zeggen, pakt wat minder of pakt wat meer. Of legt u wat, want je bent moe. Want ja, als vrouw wil het dan ook niet alle dagen in de zee te liggen. Hè. Je wilt ook dingen doen en je wilt ook... het is een moeilijke. Hè. Het is, als man zeiden, als je je maar gevoelt, is het goed. Hè. Dus wat dat je ook doet... Vind jij je goed dat je nu moet gaan wandelen? Doe dat dan. Slijg je liever Hans dan in je zetel? Doe dat dan ook. Zeg mij wat dat ik moet doen als man. En ik zal dat wel mijn best doen. Hè. Want in het traject naar die pick-up... is het eigenlijk... Als man kun je alleen maar naast je vrouw staan. Hè. We weten ook dat vrouwen en mannen in het algemeen... ook wel wat anders omgaan met fertiliteitsmoeilijkheden... vrouwen zijn iets meer qua copingstijl, heet dat dan. Dat wil zeggen, iedereen heeft zijn stijl om met moeilijkheden om te gaan. En we hebben daar allemaal een specifieke stijl in. Maar vrouwen hanteren een meer op emotie gerichte copingstijl. Dat wil zeggen, ze gaan bijvoorbeeld op zoek meer naar sociale steun. Terwijl bij mannen is het zo dat eigenlijk dat je dat minder ziet. Zij gebruiken bijvoorbeeld iets meer... de betekenisgerichte coping. Dat wil zeggen dat ze meer zo eigenlijk stilstaan bij wat is de betekenis van het leven en zo dat ook wel wat dan buiten eigenlijk soms de fertiliteit en de kinderwens kan ook sneller gezocht worden. En dat creëert wel wat verschil. Wij praten, ik ben niet onmiddellijk iemand dat daar een open boek over is en daar vrienden begint rond te bellen, want dat is ook zoiets als man. Kunnen niet zomaar zeggen, het is dat. Ik ga nu een keer bellen naar de dienen en naar wat vrienden voor te zeggen van, kijk jongens, wat ik nu tegenkom. Je doet dat eigenlijk... het zijn misschien mannen dan het wel doen, maar ik heb het niet gedaan. Het is wel even verschieten, het is even neerzetten, even alles overdenken. En dan denk je, waar moet dat nu naartoe of waar gaat het nu naartoe, hè? Wat moeten we nu doen? Hè? We hebben dat toch een paar maanden moeten laten bezinken. Hè? Sowieso, want eerst is er een beetje ongeloof ook. Hè? Je denkt van, klopt dat wel, die testen? Heb ik niet misschien het weekend ervoor te veel pintjes gedronken? Of niet te veel weg geweest? Ik heb ook in mijn leven nog nooit zo'n test gedaan. Ik had dat nog nooit gedaan, dus... Ik denk niet dat er veel mannen zijn dat wekelijks laten testen. Dus iedereen gaat ervan uit. Als het werkt, zal het wel oké zijn. Andy zou daar veel meer over gesproken hebben. Als koppel meer over gesproken hebben. Dus ik ben al niet de grote prater. Zeker niet over mijn gevoelens. Ik hou dat meestal voor mijzelf. Anne had waarschijnlijk wel verwacht. Spreek erover met mij. Ik kwam misschien thuis van mijn werk... En ik zei dan niet veel, omdat ik gewoon in dat gevoel zat of in die emotie zat van heb ik het nu gefaald aan de maatschappij? Of komt dat nu dat aan mij ligt? Zou mijn vrouw mij niet beter verlaten? Hè? Want het is misschien beter dat ze... Je denkt dat, maar...
En eigenlijk moet je daarover spreken, maar op dat gebied kwam ik, schoot ik misschien tekort dat ik daar niet open over kon spreken. Dus ik dacht alleen maar, ja, het ligt aan mij, ik zal wel iets gedaan hebben, het is mijn fout. Alleen nu zit jij met iemand, nu moeten we een ganse tracé doen door mij. Dus eigenlijk is een beetje een schuldgevoel. Ja. En, dat is echt, ja, ik heb toch een beetje een schuldgevoel. En ik kan daar niet over spreken. Ja. Ik denk wel dat mijn vrouw dat wel meer wou dat wij daarover spraken. Ja, ja, ik vond dat wel eenzaam. En ik denk, ik zeg het nog een keer, ik denk dat als vrouw, mijn vrouw had dat lastiger om voor haar te houden. Als man, ik vond dat ook zeker eenzaam. Want ja, je gaat dan bijvoorbeeld de zaterdag gaan fietsen. Je zit daar constant op te denken, ja, we gaan mijn nieuws krijgen. Of ja, we zitten zo ver, of ik ga een telefoon krijgen. Maar je kunt niet dat zeggen. Je kunt niet zeggen, ja, we zijn hier aan het fietsen. Ja, we moeten nu al weten, ik ga vandaag een telefoon krijgen. Dus je zit daarmee bezig. En dan, na de rit, komt dat dan ergens toe. Je krijgt dan niet een telefoon. Ja, de grond zakt van onder je weg. En dan kun je ook niet zeggen, ah ja, we moeten nu al weten. Ik ga juist dus dat was het niet. Dus dat rijden naar huis en zei eigenlijk niet veel meer. Dan stel je in jezelf alleen maar vragen van waarom, of wat heb ik misdaan, of heb ik iets fout gedaan de afgelopen tijd, waardoor dat zo is, of hebben wij, of waar is het misgelopen? Dus die vraag stel je wel altijd. Mannen worden soms wat in de ondersteunende positie van hun partner gezet. En dan zijn zij daar ja, als de man van. En de man die eigenlijk probeert zijn vrouw op elke manier bij te staan. Echt daar volledig als ondersteuner in staat. Maar zo geraakt hij ook vergeten. En zijn emoties minder aanwezig, hebben die minder een plek. En kan ook zijn verdriet ook wel wat uitgesteld geraken. Een vrouw die moet veel meer handelingen doen. Je hebt die hormonenkuur, je hebt die pick-up, de bevruchting. Als man loop je daar eigenlijk altijd een beetje, ja, je moet, als man loop je altijd bij je vrouw mee naar het ziekenhuis. Hè? Maar veel kun je ook niet doen. Je doet wel je best. Het is te zeggen, ik reis soms met de fiets. Dan natuurlijk als je bezig zit in het traject, probeer je ook niet te veel te drinken. Je let op je voeding, je let op je sport. Fietsen is ook blijkbaar niet goed, hè. Maar toch let op alles. Hè. Je let eigenlijk constant op wat doe ik, dat zal ik laten. Hè. Dus, en dat maakt het soms wel, 6-7 keer, dat maakt het wel lastig als je bijvoorbeeld de tweede of de derde keer opeens te horen krijgt, ah ja, sorry, het is niets. Er is niets bevrucht en je kunt daar naartoe leven. En je vrouw, zolang dat ze haar maandstonden niet heeft, is ze waarschijnlijk, kan ze bevrucht zijn. Hè? Dus gezegd van, oké, het zal goed zijn. Want ik heb op mijn eten gelet en niet te veel gedronken en echt wijs geweest. En dan opeens krijgt het op een zaterdag, sorry, telefoon, het zal niet zijn. En dan begint je natuurlijk te denken, nou, wat kan ik meer doen? Je stelt altijd de vraag, ja, kan ik nog iets doen? Kan ik meer doen? Maar er is niemand dat, van de dokters dat eigenlijk zegt, kijk, als man, hier zet u, dat is uw programma, jij moet dat doen of doet dat, of neemt dat pilletje, of dat bestaat niet. Hè? Dus het is altijd de vrouw, pas op, die moet natuurlijk wel die hormonen en zo, dat is een stramien, hè, dus dat gevolgd wordt. De ene keer wat meer, of de andere keer, dat er geen overstimulatie is, en zo verder. Maar als man, ja, ze kunnen niet zeggen, hier, pak die pillen, of steekt u voeten in een emmer koud water elke avond, en het zal beter zijn. Nee, dus dat gaat niet. Hè? Dus je probeert dat wel te verbeteren, maar je weet niet hoe. Het is zo dat fertiliteit en
daarin ook in jouw sociale omgeving daarmee omgaan, dat dat sowieso wel een uitdaging vormt voor man en vrouw. De norm is er van het hebben van kinderen. En als dat dan niet meteen er is, dan heeft de omgeving daar ook soms goed bedoelde adviezen rond, of weet men niet zo goed wat men daarover moet zeggen. Mannen hebben daar ook last van er zo wat uit te vallen van die sociale norm en van die moeilijkheden van met opmerkingen om te gaan. Maar ik hoor dit ook wel iets sterker bij vrouwen. Ik denk dat vrouwen binnen hun sociale omgeving iets meer geneigd zijn om dat te gaan uiten in vergelijking met hun mannelijke partners, dat het ook gewoon meer een vrouwenthema dan is. Terwijl dan mannen zeggen, wij lijken toch wel iets meer soms de keuze te hebben om ook over iets anders te kunnen gaan praten met ons vrienden. Al is het maar over ons hobby en ons werk meer. Dus daar zit wel wat verschil ook op. Wat ik dan merk, is dat soms vrouwen beslissen, als het wat te moeilijk wordt om binnen hun kring van vrouwenbabbel zich staande te houden, dat ze dan eigenlijk aansluiten bij hun partner die bij de mannen staat en dan het heel goed daar gaat over gaan sporten en de voetbal en de baas, en dat ze dat vaak zelfs gaan opzoeken, een beetje om zichzelf dan eigenlijk ook wat ademruimte te geven. Het is bij vrouwen een evidentie om daarover te spreken. De vraag, ik kan teruggaan naar mijn onderzoek rond ijsselinvriezing. Vrouwen zeiden bijvoorbeeld tegen mij hoe confronterend het voor hen was op hun leeftijd, bijvoorbeeld, dat ze als eerste vraag kregen, wat is uw naam? En als tweede vraag, hebt u kinderen of niet? Dat vragenspel komt veel minder bij mannen voor. De tweede vraag zou misschien zijn, wat is uw job? Dus die kinderen hebben mannen minder een kinderwens. Het is minder uitgesproken en er bestaat minder... Ik kan daar heel moeilijk een grote uitspraak over doen, maar ik denk wel dat het meer... Het is een soort gegevenheid van mannen kunnen kinderen krijgen. Voilà. Daar stopt het. Er bestaat minder dialoog over. Ik ben er zeker van dat er mannen struggles hebben met een kinderwens, maar dat er gewoon... Het is geen aandacht voor, omdat mannelijkheid een soort harnas is waar dat dan niet in past. Dat hele idee van kinderwens, hoe ga ik daarmee omgaan? Hoe vervul je als man je kinderwens als er niet onmiddellijk een vrouw in de buurt is om ze mee te delen? Bart en Olivier starten een traject om zwanger te raken met hulp van een draagmoeder en zij deden dat in de VS. We hebben een beetje hulp gehad, want ja, we zijn twee mannen. Dus we hebben eigenlijk beroep gedaan op iemand uit onze kennissenkring die een eitje heeft gedoneerd, een eiceldonor. En we hebben iemand gevonden die waar 9 maanden in de buik heeft gedragen, dus een draagmoeder. En zo is waar het tot bij ons gekomen of geraakt. Dus jullie bevallen van het plan, we zouden graag een kind hebben. Maar jullie zijn twee mannen samen. Ja, maar... Dat is een beetje gegroeid eigenlijk, want ik dacht eigenlijk dat dat nooit iets was dat mogelijk was voor mij als ik opgroeide. Ik denk dat Olivier, als wij samen waren, was dat misschien wel meer van ik wil een kind. Ik had dat wel minder. Ik had wel zoiets van, als ik een kind wil, zal ik dat wel op een of andere manier krijgen, is een fout woord. Ik zal er wel tot mee komen. Ik dacht, ja, is het niet via adoptie, is het via een kennis, is het via een lesbisch koppel. Maar uiteindelijk is het dan uitgedraaid dat het via een draagmoeder in Amerika gelopen is. Ja. Via eigenlijk een organisatie waar we mee samenwerkt hebben, waardoor dat eigenlijk ook alles juridisch en ethisch in orde was. Alles was geregeld. Ja, dus via kennen we iemand die dat gedaan had. En zo hebben we dan eigenlijk gewoon een keer hetzelfde traject gedaan. Ja. Ook in het buitenland? Dat was ook in het buitenland. We zijn inderdaad naar Parijs een keer gegaan, een weekend. En dan hebben we een intakegesprek gehad. En dan zijn we beginnen spreken. En dan dachten we van, goh ja, dat lijkt ons misschien wel iets. En zo zijn we eigenlijk stap voor stap
Maar dat werd ook, dat was, we waren daar eigenlijk van verbaasd hoe goed dat alles geregeld was. Dat wij echt over alles moesten nadenken. Dat ging heel ver. Een vragenlijst van wat als het kindje het syndroom van Down heeft. Als we dat vaststaan tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld. Wat wil je dan? Houden of abortus? Maar dat ging eigenlijk over, dat ging over alles. En dat was eigenlijk wel heel goed. Want ook de draagmoeder had eigenlijk diezelfde vragenlijst. En zo werden wij dan eigenlijk gematcht. Waardoor dat de moment eigenlijk dat we dan met elkaar begonnen spreken, ja, waren al die zaken eigenlijk al uitgeklaard. En dan, dan waren we eigenlijk verplicht, als een soort wachtperiode, hebben we eigenlijk 6 maanden lang wekelijks geskyped met de draagmoeder. Om zo, ja, ook omdat wij vonden dat het belangrijk was voor het contact achteraf, ja, ook te hebben. Ja, voor ons was het altijd wel belangrijk om, om geen donorkind op de wereld te zetten. Dus vandaar dat we met een gekende eiceldonor wouden werken, maar we wouden ook dat de band met de draagmoeder, dat daar een soort, en dat is ook zo, dat voelt echt als buitenlandse familie. Voor we Bart en Olivier verder aan het woord laten, flitsen we even terug naar eigen land. Kunnen homoparen die met een draagmoeder willen werken ergens terecht? Sinds 2011 staat de procedure bij ons binnen het fertiliteitscentrum ook open voor 2 wensvaders. En we zien zeker dat aantal aanvragen in stijgende lijn gaan. Zowel de puur informatieve aanvragen als ook de aanvragen effectief met een kandidaat draagmoeder. Want we hebben in België wel een heel specifieke context. Enkel altruïstisch draagmoederschap is mogelijk. Dat wil zeggen dat wensouders ook zelf hun kandidaat draagmoeder meebrengen. Commercieel mag dat niet zijn, want onze artificiële reproductieve technieken mogen niet gebruikt worden in een commerciële context. Daarvoor hebben we een wet op artificiële reproductieve technieken sinds 2007. Dus dat is heel, heel stellig. Hè? Maar dus zij brengen dan zelf iemand aan. Wij zien nu de laatste jaren dat als we kijken naar onze indicaties voor draagmoederschap, dat eigenlijk de aanvragen van de 2 mannen nu zelf op plek 1 staan. Dus dat dat eigenlijk onze grootste indicatie is. 2 wensvaders lopen dezelfde procedure, aanmeldingsprocedure voor draagmoederschap als een hetero-koppel. Bij hen is er natuurlijk ook die combinatie met eiceldonatie nodig. Maar voor de rest is die procedure qua aanmelding juist dezelfde. Dus die procedure helemaal dezelfde. En toch niet evident, lijkt mij. Nee, het is een enorme complexe procedure. Eigenlijk van bij start. Je vertrekt met zoveel verschillende betrokkenen. Zijnde van de wensouders tot een kandidaat draagmoeder, een eiceldonor. Die kan in België anoniem of gekend zijn. Dat is een keuze die de wensouders ook wel maken. Maar het blijft dat toch ook een betrokken figuur is. En dan natuurlijk het centrum waar je dan ook wel de aanmelding laat lopen. Dus het aantal betrokkenen is groot. Dat maakt ook dat er automatisch ook verschillende belangen al wel meer de kop opsteken bij die aanvragen. En dus dat ook wel eens een bron van conflict durft ook wel eens zijn. De complexiteit is dus wel een belangrijk gegeven. Maar ook, wij missen een wettelijk kader in zaken draagmoederschap. En dat gemis aan wettelijk kader maakt dan ook dat er nog zorg is richting afstamming en erkenning van het kind. Op dit moment worden de standaard afstammingsregels gehanteerd. En dat wil zeggen, de vrouw die in België bevalt is altijd de wettelijke moeder. Maar dat is dus in het geval van draagmoederschap gaat dat over de kandidaat draagmoeder die bewust dit kind eigenlijk niet wil houden. Maar die dan het risico loopt dat het toch aanvankelijk op haar naam staat. En dan de wensouders, de wensvaders die een juridisch traject ook moeten trekken om dat in orde te brengen.
Is de draagmoeder gehuwd, dan is haar partner ook automatische ouder. In België kan een kind slechts 2 juridische ouders hebben. Dus dan moet er geregeld worden dat er een adoptie komt van door de wensvaders. Is de kandidaat draagmoeder ongehuwd, dan is er wel de juridische mogelijkheid dat het kind al erkend wordt door 1 van beide wensvaders. Voor heteroparen zou het ook een kluwe zijn. Hè? Het is gewoon een kluwe. Ja, blijft. Het juridische situatie in België is er nu op dit moment voor iedereen. Dus de wet zou een goede zijn voor alle betrokkenen, maar dat is onafhankelijk van type wensouder. Dus dat is even goed bij een heterokoppel hetzelfde verhaal als bij een homostel. Je zei hier net, eigenlijk is het aantal aanvragen voor draagmoederschap, de grootste groepen zijn eigenlijk homoparen. Ja, de laatste tijd. Welk aantal moet ik me daarbij voorstellen? Als we nu op een jaar kijken, hoeveel... Ja, daar is een groot verschil tussen het aantal informatieve aanvragen, omdat we eigenlijk bijna wekelijks informatie geven aan wensvaders. Dus dat zijn toch eerder richting 52 gesprekken op een jaar. Maar omwille van het zelf aanbrengen van een kandidaat draagmoeder, waarmee het goed moet voelen. En in de praktijk zien we heel vaak dat dat een kandidaat draagmoeder is die toch een verbintenis al heeft, echt een band met hen. Dus vaak vanuit de kring van familie, vrienden. Wat het niet makkelijk maakt. Dus we zien dan aan het aantal effectieve aanvragen, waarmee ik bedoel degenen die ook effectief komen met een kandidaat draagmoeder, dat zijn er dan nog maar 10. En dan is er de hele procedure wat betreft eigenlijk het medische luik, de focus op de gezondheid van de kandidaat draagmoeder is daarin natuurlijk heel erg belangrijk. Het psychologische luik, om dan toch wel voldoende doordachtheid aan te wakkeren, maar ook de kans op conflict toch wel uit te sluiten. En dan is er nog het juridische luik. En dan deze 3 luiken worden dan eigenlijk ook nog samengelegd op een overlegmoment, multidisciplinair, dus eigenlijk in een groter team. En dan is het daarin wel mogelijk, vaak en meestal op medische basis, dat ook een aanvraag gestopt nog wordt. Als je dan door kan gaan, dan start je nog met de procedure van eiceldonatie, het stukje rond zwanger worden. We weten dat, ondanks dat we dan in een medische situatie zitten en zoveel inzet is richting een zwangerschap, dat helemaal geen 100% is. Dus het aantal kindjes dat dan op jaarbasis wordt geboren, dat is dan echt wel gering en klein te noemen. Maar het zijn zeker baby's waar dat er heel veel inzet en die heel gewenst zijn. Bart en Olivier gingen naar de Verenigde Staten om het juridisch vacuüm in België te vermijden. Maar ook voor hen waren de erkenning van hun zoon en de afstammingskwestie een struikelblok. We hebben een Amerikaans attest waar dat er 2 wettelijke vaders op staan, zonder biologische moeder. Maar in België zijn die erkend. Dus we hebben 2 attesten gekregen in Amerika, een attest waar de 2 vaders op staan. En dan ook een attest met 1 papa en 1 zonder moeder. Ja. Voor hier in België te kunnen inschrijven. Maar in België moet er altijd een moeder op staan en dat geeft ook een probleem. Ja, dat is erkend. Het is heel theoretisch, maar in België wordt een kind erkend door de mama. Hè. Dus de moeder is altijd zeker en dan is de moeder die de papa erkent. Ja. Ofwel wordt hij automatisch erkend in een huwelijk, ofwel wordt je papa door adoptie. Maar er zijn eigenlijk maar 3 mogelijkheden. Een mama die zegt dat je papa bent, je bent getrouwd met een vrouw die bevallen is, of je doet adoptie. Dus vandaar, als vader kan je eigenlijk geen vader worden. Dus we hadden een geboortecertificaat met 1 papa op en dat werd niet erkend. Ja. Het probleem is dat wij naar België gekomen met een geboortecertificaat met de draagmoeder op en de papa. Dan wordt het heel moeilijk als draagmoeder om afstand te doen van jouw kind. Hè. Omdat onze wetgeving is er eigenlijk op gericht om de band tussen moeder en kind net zo lang mogelijk in stand te houden. Dus
dan ben je heel sterk afhankelijk van de rechten, van de rechtspraak om eigenlijk om dan de draagmoeder van dat geboortecertificaat te krijgen. Maar ja, ze was ook geen biologische mama, hè, dus dat is al... Ja. Het is eigenlijk zeer complex. Ja, ze was eigenlijk mama van een kind die ze wel 9 maanden gedragen heeft, maar het is haar genetica niet. Dus, nee, klopt. En dan zijn we hier naar de rechtbank moeten gaan om eigenlijk het geboorteattest van Warre te laten erkennen. Achteraf hebben we ontdekt dat eigenlijk dat niet nodig was, dat de stad waarin we woonden eigenlijk perfect het geboortecertificaat had hun kunnen erkennen, omdat er een regelgeving bestaat dat iedere attest die in het buitenland tot stand is gekomen en die niet in strijd is met de Belgische wetten, automatisch ook in België geldt. En dat was in ons geval zo. Maar goed, Stad Deinzen vond zichzelf niet bevoegd. Dus die hebben ons daar eigenlijk een beetje laten stikken. En hadden we in Gent gewoon bijvoorbeeld, of in Antwerpen of in Beervelde, dat zijn steden waar we achteraf contact mee hadden om te luisteren van hoe doen jullie dat eigenlijk, dan hadden wij daar nooit geen 4 maanden vastgezeten. Nu, doordat wij in de krant zijn gekomen en op tv zijn gekomen, worden we eigenlijk nog heel veel gecontacteerd door homokoppels vooral, die ofwel in hetzelfde traject zitten of nadenken over het traject. En altijd het eerste wat ik zeg is van, ga zeker met uw gemeente gaan babbelen. Want er is in België geen juridisch kader. Dus het is echt de ambtenaar van burgerlijke stand. Het is echt de schepen van of de bevoegde politicus van burgerzaken die beslist. En als zij zeggen, wij zijn niet bevoegd, dan moet je naar de rechtbank. En dan duurt dat heel lang. En dan zit je in een zeer onzekere situatie. Maar dat komt eigenlijk omdat er geen juridisch kader is in België. Geen wet draagmoederschap, inderdaad. Nee, maar het is ook niet verboden, hè? Nee. De reden dat wij het wel in Amerika gedaan hadden, was eigenlijk omdat wij zoiets hadden. Maar we willen dat dat toch een klein beetje geregeld is. En daar was dat eigenlijk heel duidelijk. Had je afspraken gemaakt op voorhand van... wat stellen wij komt overlijden? Wij zijn hier naar de notaris geweest en hebben laten schrijven wie dat er dan het goede recht zou krijgen. Dat was allemaal heel mooi... dat was allemaal heel mooi uitgewerkt, terwijl dat in België heel vloei is. En dat zagen wij niet zitten. Nu houdt want dan aan de andere kant andere problemen. Dus. Stel zo dat homoparen niet voor draagmoederschap willen gaan. Wat zijn hun andere opties nog om aan hun kinderwens te voldoen? Buiten het fertiliteitscentrum is er de mogelijkheid dat ze via adoptie en pleegzorg hun kinderwens nog in vervulling laten gaan. We zien ook wel een aantal koppels die zoekende zijn, die dat dan soms ook wel vinden, waarbij er gezocht wordt naar een alleenstaande dame, een ander koppel, waarmee ze dus kinderwens willen delen en vooral ook het opvoedingstraject en het ouderschapstraject delen. En die dus eigenlijk in procedures gaan naar co-ouderschapsregelingen. Die zullen zeker gebeuren buiten de fertiliteitscentra, maar die melden zich nu ook wel aan binnen de fertiliteitscentra. Dus die vraag van een aantal, tweetal koppels of een koppel met een alleenstaande dame die zeggen van wij vinden elkaar als het gaat over samen ouderen en we hebben evenzeer een grote kinderwens allemaal samen, maar we hebben voor de rest geen relationele connectie. Die vraag krijgen wij toch ook wel. Niet dat dat nu, maar we hebben bijvoorbeeld ook geen geboortepremie gehad, geen kinderhulp totdat die erkend werd. Dat is allemaal, dat doet dat ook allemaal niet voor die centen, maar dat is eigenlijk gewoon niet fair. Onze zoon verdient, net zoals ieder ander kind, net hetzelfde, maar omdat wij twee vaders zijn, was dat niet zo. Ja, en zeker omdat dan bij lesbische koppels bijvoorbeeld, is meemoederschap dan wel geregeld. Hè? Daar kan het wel. Bij heterokoppels is het ook geregeld. Zelf bom, een alleenstaande moeder, kan het ook. Mag. Ik zeg niet dat bij hen niet zou mogen. Hè. Daarover gaat het niet. Ik ben blij dat dat kan. Ik vind het gewoon wraakroepend dat het, omdat wij twee mannen zijn. Moest er een wet draagmoederschap zijn, zou dat enkele praktische problemen kunnen oplossen volgens jou?
Ja, in die zin, ik denk wel dat het een gevoel van veiligheid zou geven langs de zijde van de wensouders, maar evenzeer langs de kandidaat draagmoeder haar kant. Ja, en haar gezin. Dat afstamming gewoon van in begin duidelijk is. Dat dat ook niet die juridische staart meer vraagt. Geen wet hebben maakt ook dat je als centrum zelf moet nadenken over criteria tot aanvaarding, je procedure, wat is veilig, wat is voldoende veilig. Het is op een manier ook wel fijn als een wet daar wel wat leidraad rondbrengt. Een wet laat ook wel wat uniformiteit toe. Dus tussen de centra die het dan doen, weet je dan van, ja, we doen het allemaal wat op gelijkaardige manier. Wij toetsen dat natuurlijk ook nu wel bij elkaar wel af, maar een wet kan daarin ook wel helpen om die uniformiteit eigenlijk ook wel duidelijk weer te leggen en weer te geven. Ja. Komt ze eraan? Weet jij het? We zijn bevraagd, hè. Alle fertiliteitscentra zijn bevraagd. Dus de politieke partijen zijn er echt mee bezig. Dus laten we zeggen dat we toch wel weer in, of naar onze beleving, toch wel weer in een concretere fase zitten. Ja. Maar ja, ja, het is maar op het moment dat ze er echt gaat zijn, dat ze er ook wel echt gaat zijn. Ja, ja. 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 Want nu was het een bevraging en mening. En dus ja. Dat hebben ze gedaan met, bij alle centra, dus ja. Ook de Franstalige. Dus we zijn wel benieuwd wanneer dat daar dan de volgende actie wordt aan gekoppeld. Op dus naar een Belgische wet op draagmoederschap. Die zou ook alleenstaande mannen met een kinderwens kunnen ondersteunen en zekerheid bieden. Siebe probeerde als alleenstaande een draagmoederstraject op te starten. Hij vond zelfs een eiceldonor en een kandidaat draagmoeder, maar hij botste op de grenzen die het fertiliteitscentrum stelt. Ik ben niet de eerste alleenstaande persoon die met die vraag is naar het ziekenhuis gestapt, maar ik ben wel de eerste alleenstaande persoon die heeft gezegd ik ga ermee verder. Dus er zijn al meerdere mensen gaan aankloppen en hebben wel al gezegd van kijk, we willen graag als alleenstaande man of alleenstaande vrouw waarschijnlijk ook wel al beginnen aan het traject van draagmoederschap. Maar ik ben wel de enige die uiteindelijk een draagmoeder en een eiceldonor heeft gevonden en naar het ziekenhuis is gestapt en heeft gezegd kijk, ik wil graag beginnen aan het traject. Ik heb alles wat ik nodig heb om te kunnen starten, dus ik zou graag starten. Hetgeen wat ik kan begrijpen uit mijn gesprek met de psychologen, is dus het feit dat zij geen wetgeving hebben. Dus België heeft geen wetgeving, waardoor dus ook het ziekenhuis geen wetgeving heeft. Dus zij hebben zelf beslist, wij gaan wel draagmoederschap aanbieden. Dus we maken eigenlijk een beetje onze eigen wet. Maar een eigen wet die onszelf zo goed als kan beschermen. Want eigenlijk gaat die wet van hen ook niet helemaal gaan beschermen. Dus ze maken een soort wet. En in die wet staat dat je moet een partner hebben, dus je moet met twee zijn. Ofwel 3 jaar samenwonend, ofwel wettelijk samenwonend, ofwel getrouwd. En als je dat niet bent, dan past je niet in die wet van het ziekenhuis, dus kun je niet aan de slag daarmee. En toen dacht ik, ja, heb ik ook gezegd aan het ziekenhuis, van ja, maar jullie kunnen eigenlijk je eigen wet dan aanpassen. En dan gaven zij ook aan van, ja, dat kunnen wij. Maar dan gaan wij onze wet zogezegd uitbreiden. Dus hebben wij nog meer kans dat als er iets verkeerd loopt, dat wij ook aansprakelijk gesteld worden daarvoor. En dat begrijp ik ook wel natuurlijk. Dus het ziekenhuis wordt eigenlijk een beetje verplicht om mensen te gaan discrimineren doordat er geen wet bestaat. En voor mij is het ook heel moeilijk om het allemaal te begrijpen. Maar ik denk ook, ik moet ook nu naar het ziekenhuis zelf een steen gaan werpen of gaan zeggen van ja, jullie zijn de schuldigen, want dat is ook helemaal niet waar. Het is het proces dat het helemaal moeilijk zou laten verlopen. Dus zij zijn niet de enige schakel in het hele proces die ervoor zorgt dat het niet mogelijk is. Ik heb ook niet op al mijn vragen een antwoord gekregen en ik moet ook eerlijk zijn, ja, de eerste keer dat je telefoon krijgt, zit je zodanig geëmotioneerd dat je niet kunt vragen en dat je ook denkt, ik ga nu ook niet veel zeggen, want anders ga je ook dingen zeggen dat je niet wilt zeggen, want je zit zodanig geëmotioneerd dat je denkt gewoon, ja, even tijd voor jezelf. Dan heb ik een beetje later teruggebeld. Heb ik ook nog een keer gevraagd van, mag ik toch nog een keer de uitleg horen?
Maar ja, sommige dingen zijn dan ook nog altijd niet duidelijk. Sommige dingen zijn volgens mij ook niet duidelijk voor de psychologen zelf. Of waren ook niet duidelijk op dat moment. Dus ja, heb ik dat ook een beetje gelaten dan. En dacht ik, misschien later nog een keer proberen als we nog meer duidelijkheid weten over andere dingen ook. Of als we echt wel zeggen van nu ga ik echt wel nog meer stappen zetten om het eventueel toch te laten lukken. Het heeft Siebe alvast geïnspireerd om tot actie over te gaan. Eigenlijk is er op Nederland een documentaire geweest van 3 afleveringen over ethische kwesties. Dat was een heel interessante documentaire. Ik heb die ook gevolgd. En daarin zat UZ Gent ook, of kwam UZ Gent ook in voor. En ik dacht toen ook van, ja, ik ga nu een keer heel goed opletten, want het ging ook op een bepaald moment over een alleenstaande papa die wil een kindje hebben. En in Nederland gebeurt dat dus ook nog niet. Dus het is echt iets nieuw, iets dat helemaal nog niet in onze regio's voorvalt. En ook daar is dezelfde reden, er is geen wetgeving voor. En toen dacht ik wel, dat is wel al voor mij niet een verzachting van mijn pijn, maar toch wel iets van, oké, als het in Nederland ook al niet kan door een wetgeving, dan is het misschien al logischer dat dat ziekenhuis UZ Gent, aangezien dat zij ook overleggen met elkaar, dat zij ook nee zeggen. En misschien is dat daar ook wel voorgevallen, bij dat ziekenhuis dan, dat op de tv is geweest. En hebben zij samen ook gezegd van, ja, wij doen het ook nog niet, want het mag ook nog niet. Ik vond dat wel heel hoopgevend dat ze ook op stap zijn gegaan naar Engeland. Ze hebben daar de eerste alleenstaande papa van Engeland geïnterviewd. Want die in Engeland mag het dus wel. Is er wel een wetgeving, maar ook nog niet zo lang. Dus die wetgeving is er ook maar gekomen door die man. Dus die heeft ook de stappen gezet en uiteindelijk is die wetgeving er gekomen en kon die eraan beginnen. Dus die mevrouw van Nederland zei ook, we zouden dat toch echt moeten kunnen doordrijven, dat er een wetgeving voor komt. En dan denk je wel, als je in je zetel ligt zo te kijken naar die geïnterviewde man, van kom aan, ik moet dat ook kunnen hier. Maar ja, het is ook heel moeilijk om daaraan te beginnen. Nee, welke stappen zet je? Wie schrijf je aan? Dat is echt moeilijk. En je weet niet goed hoe dat je daar moet aan beginnen. En ik moet nu wel eerlijk zeggen dat ik dacht, nog niet zo lang geleden, want ik ben dus naar Kenia gegaan om vrijwilligerswerk te doen, heb ik daar ook een beetje tijd gehad voor mezelf. En ik dacht toen ook, misschien moet ik gewoon nog een keer bellen naar UZ Gent en een keer een gesprek aangaan van, kunnen jullie niet helpen? Want ik weet dat jullie ook vragende partij zijn voor een wet. Hoe kunnen we dat aanpakken? Kan ik niet een stap zijn om te zeggen van, kijk, we hebben wel mensen die het willen. Niet alleen ik, maar er zijn nog mensen die het willen. Want ik heb sinds mijn verhaal ook in de kranten is geweest, in heel veel radiozenders is gekomen, bijna ook in het nieuws, maar dat heb ik een beetje van mezelf afgehouden, heb ik zeker al 7 mensen die de stap zelf zetten naar mij om naar mij een berichtje te sturen. Zijn er zeker al 7 mensen die gezegd hebben, amai, moedig verhaal. Wij zitten in hetzelfde schuitje, maar wij durven er niet mee aan de slag gaan, omdat we bang zijn dat we gaan de ontgoocheling krijgen. Dus er zijn nog mensen. Hè. Ik ben niet de enige die het wil. Ik ben ook niet van plan om het zo gewoon te laten passeren, hoor. Maar ik moet eventjes zoeken van hoe ga ik hiermee aan de slag. Kloppen er ook alleenstaande mannen bij jullie hier in het fertiliteitscentrum aan? Ja. Wij krijgen toch ook alleenstaande mannen met kinderwens. Die komen informeren van wat zijn mogelijke opties binnen het medische circuit. Naast buiten het medische kunnen ze ook informeren rond adoptie en pleegzorg. De informatie die ze hier komen vragen gaat dan over, we willen heel graag ons eigen genetisch materiaal toch zien te gebruiken. En dan denken zij ook aan draagmoederschap. Het is zo dat het gemis aan wetgeving, de complexiteit van de procedure, momenteel wel maakt dat de procedure niet open staat voor alleenstaanden.
onafhankelijk van geslacht. Dus ook de alleenstaande vrouw die een vraag zou hebben rond draagmoederschap, zou eigenlijk op dit moment ook niet in aanmerking komen voor deze procedure. Vanwege de complexiteit van de procedure en omdat jullie zoiets hebben van, is dat daar toch beter met twee als koppel in? Naar inderdaad ondersteuning van alles wat zo'n draagmoederschapstraject met zich meehoudt, dat het wel belangrijk is dat daar een aanwezigheid is van een partner die dat samen beleven, er samen voor zijn. Maar er zit dus ook wel een groot stukje in het gemis van het wettelijk kader, omdat sowieso als alleenstaande een kind adopteren is ook niet zo evident op zich. Met dan ook nog alle gemis die er is rond de afstammingsregels die niet kunnen geregeld worden vooraf bij draagmoederschap, is dat een even groot element. Dus het is een en-en die eigenlijk op dit moment maakt dat het eigenlijk voor alleenstaanden niet toegankelijk is. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd, doordat er geen wetgeving is, heeft het er natuurlijk voor gezorgd dat de stappen niet kunnen gezet worden in mijn proces met mijn draagmoederschap. Want het ziekenhuis heeft het daardoor heel moeilijk om te zeggen, wij gaan aan de slag met draagmoederschap en zo. Dus ja, dat is eigenlijk het grootste struikelblok waar ik momenteel voor sta. Want via adoptie kon ik wel mijn kindje krijgen, of een kindje krijgen. Via pleegouderschap kan ik ook wel een kindje krijgen. Maar dat zijn beide niet uw kindje. Dus om echt uw eigen kindje te hebben, was dat de enige stap, draagmoederschap. En die kan niet doorgaan door die wetgeving. Dus eigenlijk is dat echt hetgeen dat ons tegenhoudt. Doordat die wetgeving er niet is en dus niemand beschermd is, wettelijk beschermd is, kunnen we niet aan de slag daarmee. Sibi is ondertussen zelf pleegpapa. Vult het pleegouderschap je kinderwens in? Ik heb daar zeker wel geen slecht gevoel bij. Het is wel zo dat u voldoening geeft, maar het is natuurlijk niet uw eigen kind. Dus je gaat nooit het gevoel hebben van, wauw, ik heb dat kind hier nu opgevoed. Want sowieso is het zo bij pleeggezinnen dat je toch een klein beetje vasthangt aan de opvoeding van die ouders zelf. Het is niet dat ik nu denk, oh wauw, ik heb dus een pleegkindje, ik ben eigenlijk volwaardig papa. Nee, helemaal niet. Zeker niet in de situatie dat ik nu ben. Dus in ondersteunende pleegzorg heb je helemaal niet dat gevoel dat dat je kindje is. Dat jij dat kindje nu echt kunt maken. Ik zou heel graag een mensje maken van mezelf. Een kindje die iets meekrijgt van u, zowel genetisch als van de opvoeding. En in pleegzorg kun je wel een kindje iets meegeven in de opvoeding, maar genetisch is het ook niks van u. Dus het heeft ook niet echt karaktertrekken van u of zo. Ja, de interesse is niet altijd dat jij hebt en ja, de genetische kant is er niet. Dus op dat vlak geeft mij dat zeker geen voldaan gevoel van dit is echt hetgeen wat ik nu alleen wil doen. Nu, het is wel zo. Het zou moeten zijn dat ik nooit echt papa word van een eigen kindje. Vind ik pleegzorg absoluut iets wat ik ga blijven doen. Dit was de derde aflevering. We bedanken onze getuigen en professionals. In de volgende aflevering van deze vierdelige reeks gaan we dieper in op zwangerschappen die tot stand kwamen met donoreicellen of donorzaadcellen. Je luisterde naar een podcast van De Maakbare Mens, podcastmaker Alvaro Avelaar en De Verdwaalde Ooievaar. Heb je na het beluisteren van deze aflevering nog vragen? Bezoek de website www.demaakbaremens.org of stuur een mailtje. Heb je iets gehad aan deze aflevering? Deel ze en laat een review na. Zo kan je anderen helpen onze podcast te vinden. Wil je op de hoogte gebracht worden van een nieuwe aflevering? Subscribe via je favoriete podcastplayer. Bedankt om te luisteren en tot een volgende aflevering.